moet jullie wat vertellen. Ik ben verliefd op vrouw Schurlingen. Sinds vanmiddag is ze niet meer uit mijn hoofd verdwenen. Zoals ze in dat glazen huisje stond. Als een sneeuwwitje. Zo kwetsbaar en zo blank. Nu je er toch over begint, kom. Ook mij heeft de observatie van mevrouw Schurlingen niet geheel onberoerd gelaten. Hoe kunnen de omstandigheden toch een grillige samenloop hebben? Mevrouw Schurlingens aanblik heeft mij doen filosoferen over de vrouw en over het vrouwenlichaam in het bijzonder. Realiseert jullie, Wim en Cor, dat mevrouw Schurlingen de eerste vrouw is die wij zo... Nou ja, dat zij de eerste is die wij zo ontdaan van alle kleding mochten aanschouwen. Een mirakel. Madonna. En dat in onze straat. Het is toch eigenlijk een wonder dat vrouw Schurlingen nooit gehuwd is geweest. Maar wellicht is zij juist daardoor zo goed geconserveerd. Geen echtgenoot heeft zijn verwoestende sporen op deze. Wat je zegt, Wim, ze is ongelijk. Boven alles verheven. De absolute vrouw. Zou vrouw Schurlingen mij ook begeren? Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten toenadering zoeken. Wij? Je bedoelt? Nou, kijk, wellicht heeft mevrouw Schurlingen hetzelfde ondergaan ten opzichte van ons toen zij ons door het raam zag kijken. Dat zou mij niets verbazen. Ik heb eens in een psychologisch handboek gelezen dat er vaak een uitwisseling van sympathie plaatsvindt tussen gluurder en begluurd. Ja, weet je, ik heb eigenlijk nooit zo de zinnelijke behoefte gehad, maar sinds vanmiddag. Weet jullie, Wim en Cor, dat ik er over mij maar om eens een publieke vrouw te gaan bezoeken? Maar dan wel onder begeleiding. Nou, misschien dat wij gedrieën eens een bordeel kunnen gaan bezoeken. Ondanks het feit dat het voorstel dat jij daarop het zijn aantrekkelijke kanten heeft, Henk, stuit het me toch enigszins tegen de borst. Bordeelbezoek bergt, naar verluid, maar al te zeer het gevaar van verslaving in zich. En dat met zijn drieën. Wat kost dat wel niet? Nou, ik vind het toch niet zo'n gek idee. Ten slotte weten wij alle drie weinig van de vrouw af. En in het kader van onze verdere vorming vind ik het overwegen waard. Daar zit wat in. Maar hoe pakken we zoiets aan? Nou, kijk, ik weet bijna zeker dat wij er alle drie wel aan toe zijn. En de heilzame werking die een publieke vrouw op mannen heeft, is algemeen bekend. En het geld, dat komt er wel. Daar kunnen we de levensverzekering van moeder op aanspreken. Maar dat is wat Wim ook al zei. Hoe pak je zoiets aan? Nou, dat is afhankelijk van wat je wilt, Cor. Nou, ik bedoel, hoe pak je zoiets in hemelsnaam aan? De hamvraag is, hoe maken wij de vrouw in kwestie duidelijk?
dat zij de gastdocente is. En wij de leerlingen. Op zoek naar de ware kennis omtrent de vrouw. Dat het ons niet louter en alleen te doen is om de vleeselijke transactie. Maar dat wij tevens op zoek zijn naar een verbreding van onze horizon. Een immateriële verbreding van onze horizon. Nou, luister. Je gaat eerst naar de vrouw die je graag wilt gaan bezoeken. En je vraagt of ze een momentje voor je heeft. Dat is fase 1. Dan komt het moeilijkste. Dan moet je haar belangstelling zien te wekken. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ons moeder is nog maar net overleden. Dus u begrijpt. En dan weet zo'n mevrouw het verder wel? Ja, precies. Daarna neemt de gastdocent gewoon de leiding van je over. Maar hoe verloopt zo'n cursusdag dan verder? Verder wijst de weg zich vanzelf. Het gaat hier tenslotte zuiver om een instinctieve daad, waarbij verstand en reden totaal zijn uitgeschakeld. Moeten wij ook met het oog op vrouw Scheurleer maar gelijk werk van de onderneming maken. Stel niet uit tot morgen wat ge geheden nog kunt doen. Zij moeder het niet altijd zo? Dus eerst onszelf gewassen. De baarden licht geparfumeerd. De onderbroek verschoond. En dan op pad. Zeggen, wie krijgen we nou? Dit is de eerste keer dat er gebeld wordt zonder moeder. Ik denk dat ik maar even naar de deur ga om hem open te doen. Moment, Cor. Ik ga wel even de deur open. Nee, blijven jullie maar even hier. Dan zal ik, als zijnde de oudste, dit varkentje wel eens even frisjes wassen. Nou moet het niet gekker worden, Henk. Eerst weiger je als oudste zijnde de zuurkool op te scheppen. Maar als er aangebeld wordt, dan is meneer wel van de partij. Dan staat hij vooraan in de rij. Dan is meneertje wel thuis. Nou, het betreft hier wel even iets anders dan een eenvoudige zuurkoolschotel, hoor. Op een correcte manier de deur beantwoorden zie ik jullie nog niet zo snel doen. De deur beantwoorden. Moet je hem horen, Cor. De deur beantwoorden.